Er waren best wel wat mensen die zeiden van in het huis waar jullie nu wonen, is zo gezellig en zo. En jij zei, het ziet er leuk uit op beeld. Ik was ook met een dokter geweest daarvoor en die zei ook van ja, een niet geïsoleerd huis kan ook als je longproblemen hebt kan het ook veel echt verergeren. Uiteindelijk is het echt de echte reden dat wij al heel lang tegen elkaar zeggen. Ja. Wat deel je het liefst met alleen mensen die dichtbij je staan? Um, het spel. Menstruatie-ziek. Dus ja, is dat zo? Ja. <laughs> nee. dat is dat het enige wat je echt deelt wat mensen nee. bij, dichtbij je staan? Nee, ik denk uh, echt, uh, echt verdriet. Ik denk dat ik alle kleine oppervlakkige dingetjes wel gewoon deel. Want ik voel me even rot of voel me even zus en zo. Maar de dingen die uh, wat zwaarder in het leven zijn eigenlijk het liefst alleen met de mensen die, uh, die ik weet, waarvan ik weet dat ze ook echt luisteren en met je mee uh, voelen. Ja. Van ik denk hele intieme dingen vooral. Dus over intimiteit. Oh. En over gedachtes. Al kan ik daar niks meer over zeggen, want in mijn boek heb ik natuurlijk best wel veel over gezegd. Maar dat deelde ik eigenlijk het liefst niet. Dat heb ik wel een beetje gedaan. Omdat ik dacht van daar kan ik misschien andere mensen mee helpen om dit uh, ja. hopelijk uh, naar buiten te brengen. Maar er zijn wel wat dingen, er zijn best wel veel dingen, ook al lijkt het misschien niet. En ook niet door deze podcast, maar er zijn nog heel veel dingen die ik niet vertel. Nee, maar ik denk dat sowieso de mensen zijn diepste gedachten voor zichzelf laat. Precies. Ja. Toch? En zo ja. niet erg. Het is ook fijn om. Uh, om maar die zou ik nog wel durven delen hebben. met mensen die dichtbij me staan. Maar niet, ja. uh, niet verder dan dat of zo. Nee, precies. En humor soms ook. <laughs> ja. We ja. Hebben nog kunnen nogal heftig humor hebben, allebei. Ik weet dat heel veel mensen dat niet waarderen. Dus dat doe ik ook dan zoveel mogelijk ja, proberen voor mezelf te houden. Ja, ik heb wel mijn groefheid uh, over, uh, over de tijd heb ik echt wel beperkt. Ja, ik ook hoor. En vooral als je online dingen doet, dan moet je daar mm. ook wel een beetje voorzichtig mee zijn, want je kan zo mensen kwetsen. Ook al is dat niet de bedoeling. maar, nee. ja, maar goed, dat hele kwetsen, dat uh, moet je soms ook met een korreltjes zout nemen, toch? Hoezo? Soms kwets je al iemand als je zegt dat jij iets mooi vindt. Ja, dat, dat, is, dus dat is waar. Dat is waar. Of dat het hoeft te, ja, ja, ja. Nee, dat, is waar. dat is echt waar inderdaad. Jongens, de laatste uh, weken wordt het spel weer goed uh, besteld als uh, deze podcast online staat. Dus uh, vooral zo doorgaan. En uh, we zijn er weer, soort van, toch? Ja. ja. Beetje gekke week vorige week gehad, wel. Ja. Maar uh, we gaan het nu hebben over iets waar jullie het sowieso uh, vragen over hebben: ja. um, uh, het verhuizen. Het grote. Het grote Evenement, het grote V-board. <laughs> ja, we gaan ook nog een housewarming doen voor iedereen. Die kijkt. Dus, uh, ja. ja, dat dus, uh, is in theater toch? De uitnodiging komt nog. Nee, in theater. Alleen is oh. uitverkocht helaas. Oh, nou, laat Jammer. maar. Dan. <laughs> dan nemen jullie allemaal nog mee naar huis na <laughs> <afloop. laughs> Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Nee, ik denk dat ik dan. Uh, Gillend gek trekkers. Spaans benauwd krijgt wel de voetstappen op de vloer. Ja, dat inderdaad. Maar goed, um, we nemen jullie mee terug de tijd in. Naar... 1992. Guilaine werd geboren. <laughs> <laughs> nou, het was een heel mooie, mooie geboorte. Ja. 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 Nee, maar we nemen jullie terug mee ongeveer twee maanden geleden. Ja, anderhalf, twee maanden geleden denk ik, Zoiets, ja. Toen hadden we een uh, vlog geüpload waarin we spontaan besloten te verhuizen. <laughs> nou ja, dat is wel een klein beetje zo, Laat we ja. eerlijk zijn. Nou we ja, we... ja. Nou ja, oké, okay, dus dat wil ik een beetje uitleggen, want het leek inderdaad spontaan... En dat was het ergens ook wel, hmm. maar het was wel een gedachte die al heel lang in ons hoofd spookte, ja. eigenlijk al terug in 2022. Toen woonde ik nog maar net een driekwart jaar bij je volgens mij. Hmm. Um, en toen had je heel erg last van je longen, vooral. Nou, eigenlijk um, toen ik ging verhuizen naar dit huis waar we nu wonen, hmm. dat is uh, vier jaar iets meer dan vier jaar geleden. Ja, begin 2020. Ja. En uh, toen kwam ik uit een, uh, ja, een een oude flat, maar wel allemaal beton. Mm. En um, uh, daar, dat was een jongere flat, dus daar was gewoon heel veel herrie. En um, ik dacht, nou heerlijk, nieuw huisje. Ik durfde er eigenlijk niet op te geloven dat ik uh, dat zou kunnen krijgen. Maar ja, toen zag ik dat voorbij komen en ik gelijk mijn papieren bij elkaar verzameld. Hoe zat je toen met oud en nieuw? In zenuwen. Nee, toen ben je toch ook. Want toen was je bij je zus, die woonde tegenover. Ja, en dat was heel grappig inderdaad. Want um, ik heb dus twee zussen en uh, mijn moeder woonde in de, in de buurt. Echt gewoon eigenlijk op loopafstand van elkaar. De Nog niet eens een straat. minuut. Je zelfs <laughs> dus in dezelfde ja. straat. Ja. Dus dat huisje kwam voorbij en ik dacht, ja, dat is eigenlijk, kan eigenlijk geen toeval zijn. Te mooi waard. Ja, dus ik had uh, allemaal papieren ingevuld en toen stond ik nummer twee. Nou, helemaal zenuwachtig. En met de auto nieuw dacht ik van, oh, volgend jaar struimel ik zo hier gewoon naar de overkant. Hij ja, was het al aan het visualiseren. Laten m n m n huisje in, ja. ja. Dus ik had er allemaal foto's al door de ruiten heen gemaakt. Het was helemaal leeg. En Er woonde niemand meer. En... Uh, uh, nou ja, toen kreeg ik het begin van het jaar, kreeg ik het huis. Want nummer 1 wilde iets anders. Uh, die had zich ook in een ander ingeschreven. En uh, toen kreeg ik het huis helemaal blij mee. Opgeknapt, geverfd, vloer erin. En toen uh, een paar maanden later, toen ging het steeds, steeds slechter met mijn uh, gezondheid. gezondheid. Ja, want ik leerde jou kennen en jij sliep echt onwijs veel. Ja. Maar ik dacht van ja, dat zal dan wel. Met autisme te maken hebben of zo weet ik veel dat alles Nou, ik dacht zitten. echt wel dat ik autistischer aan het worden was. Ja, ja, het klinkt heel gek, maar ze zeggen met de met de met de leeftijd word je uh, vermoe, vermoeider, vermoeider ja, wordt ja. uh, word je uh, gewoon meer moe omdat het leven meer energie kost en je wordt ouder. Dus mm. so, ik dacht, nou, dit zal er wel bij horen. Uh, ik, uh, ik word gewoon steeds uh, ja, steeds vaker sneller moe. Um, maar mijn longen die, um, gingen ook gek doen. S'nachts uh, werd ik piepend wakker. Dus toen een gegeven moment heb ik mijn bed verplaatst, geloof ik, naar de woonkamer nog. Moet ik moet nog even uitleggen dat Kilene wel ook wel echt iets aan je longen heeft. Ja, het is nooit echt uh, helemaal onderzocht. Want uh, ze dachten aan astma, maar dat was, uh, daar uh, tikte ik ook weer niet genoeg uh, punten voor aan. Ik weet niet wat, precies wat het was, maar ja. um, in ieder geval heb ik extreem veel allergieën. Dat ja. weet ik wel. Hoikort mij uh. mijn hele heftige, dat is dat dokter toen ook gezegd, dat is bijna normaal. Honden. Normaal bij mensen op zo'n niveau... bij mij was het echt... True the roof, wilde ja. ik zeggen. <laughs> welke True level, roof. toch? <laughs> ja. 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 Dat dus uh, is een inside joke, die snappen mensen niet. Ik heb die volgens mij ja, wel eens ja, in ja, de, 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 de mail boek. gezet. Maar... Oh, in de mail, ja, dat is waar. Ja. Ik weet ja. je, er was ooit een man die mij vroeg welke level van autisme ik had. en Toen zat ik zo raar te kijken, maar dat was een nieuwe uh, manier van... En toen uh, zei ze through the roof. Toen zei ik maar True the roof. Dat denk jij ja, heel erg kan het zijn? Toch? Heel erg. <laughs> ja. Maar goed, jij hebt last van je longen. Dit is ja. eigenlijk nooit echt. Nou, oké, okay. en toen ging ik de wonen. Kamer liggen en nou, ik vond het allemaal maar raar, want die huizen waren ook geïsoleerd, hadden er naar gevraagd. Ja. En nou, oké, okay, een oud huis, hout, kan je nog denken, maar toen kwam ik er dus achter en ik weet niet hoe dat gegaan is. Ja, hoe is dat eigenlijk Ik denk dat. Oh, de buren hebben het verteld. Ja. Een van de buren heeft tegen mij gezegd dat mijn huis de enige is die overgeslagen is met isoleren. Die want degene de, die daar toen ja. inwonen, dat was diegene ervoor, niet voor mij, maar daarvoor, die had. Uh, die was aan het onderverhuren en niemand mocht dat weten, dus die heeft nee gezegd tegen het isoleren. Uh, dat mocht blijkbaar, vind ik eigenlijk ook raar. Is vreemd, maar goed, dat ja. mocht toen nog. Dus het huis bij mij was het enige wat niet onder de vloer geïsoleerd was. En er was ook wel te merken dat het al sterfskoud daar en niet sterf. tegen op te stoken. Laten we heel erg zijn, het is nog steeds stervenskoud. Ja, maar goed, maar het was niet zo heel en... raar dat ik dus, um, ik was ook met een dokter geweest daarvoor en die zei ook van ja, een niet geïsoleerd huis kan ook als je longproblemen hebt, kan het ook veel echt verergeren. Dus een heel gedoe met de woningbouw hebben we het uiteindelijk wel geïsoleerd gekregen. Um, dat heeft wel echt uh, heeft wel echt opgelost. Ja. En mijn broer is ook nog door het hele huis heen geweest, want die heeft ook iets van een. Uh, een uh Ooit in de bouw gewerkt, dus die wist ook hier en daar wat van af hoe, die de, ja. hoe je dat het beste. Dan niet niet hier en daar vanaf, Voor mij weet hij er best wel veel Hij vanaf. weet er eigenlijk heel veel van af, ja. ja. En ook precies hoe je, de, hoe je het moet regelen met uh, het doorlucht van het huis en het, uh, de verwarming, hoe en wat. En uh, dat had hij allemaal uitgelegd, dat heb ik me allemaal aan gehouden. Voegmetertjes in het huis nee. neergezet. Dus uh, ja, helemaal geprobeerd om het voor niveau, voor mijn gezondheid, goed te maken. Nee. Maar het blijft gewoon. Niet verstandig als je longproblemen hebt om in een huis het was van 1900 te zitten. Was het ook niet gezegd tegen je van je moet niet heel lang daarin blijven wonen in dat soort huizen? Ik kan me herinneren dat ik. Zo uh, iets het is gewoon op... over het algemeen. Want kijk, je ziet het voor niet. jouw longproblemen, schimmel hè? zie je niet nee. als je het wegspuit. Um, ja, we hebben veel schimmel ook. Maar het wel. zit in de muren, het nee. zit onder de vloer, het zit overal eigenlijk. Ja. En uh, dat, dat kan best wel een invloed hebben op je gezondheid. Ja. Het is eigenlijk voor niemand goed. Ook niet voor mensen die uh, geen problemen hebben met, uh, met hun longen. Maar goed. Dus ik heb, dus, om lang verhaal kort te maken, wel altijd al gedacht, ik wil ooit weer terug naar beton. <laughs> ja, en ik kwam bij je wonen ongeveer 2,5 jaar geleden en ik dacht, nou, leuke benedenwoning, hebben we een tuintje, laten we het tuintje opknappen ja. en dat soort dingen. Leuk, hebben we een tuintje. Al moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben nooit echt een tuinmens geweest. Ook in, Wist uh, waar... je dat? Of je Ja, bijna vond ik het ook niet zo heel goed. Oh, okay. Ik ben nooit echt een buitenmens. Per se. Ja, lopen, wandelen en dat soort dingen door de natuur vind ik heel leuk, maar mm -hmm. echt in de tuin zitten vind ik altijd zo doelloos. Ik zat op zich wel ja. fijn op een balkon, want ik zat natuurlijk in Rotterdam. Woonde ook uitzicht, in, dat is leuk. Ja, in, in, in Rotterdam woonde ik ook in een uh, uh, betonnen flat. Met deels hout, volgens mij, uit de jaren 50. Dat ik. is de eerste, eerste flat die deels hout, deels beton, beton was. Had, inderdaad, ja, inderdaad, ja, best wel bijzonder. Ja. Uh, maar ik vond dus altijd heel fijn dat ik hoog zat. Ik zat op de vijfde verdieping, keek gewoon lekker uh, uit over uh, een heel lelijk plein, maar toch wel leuk als het. In de, nou, maar je keek, was, was het leuk. Op, ja, je keek ook best wel ver nog, vond ja, ik. Ja, op het balkon kon ik zelfs ik naar de echt, Euromast uh, kijken. een en groot zo. deel van uh, Rotterdam zien. Ja. ja, dus ik heb dat altijd heel fijn gevonden en jij ook. En uh, ja. toen gingen we onze tuin hier verbouwen en dachten van, nou, dan gaan we er lekker in zitten. We hebben anderhalf jaar geleden, denk ik, dat helemaal een beetje aangepakt. Uh, een gasmatje neergelegd. Een uh, neergezet, neergezet, inderdaad. Ja. Laten dus zetten, we zelf niet. Nee, laten zetten. Je hebt toch ja. een soort van samen. Ik heb een gedaan. soort van geholpen, maar degene <laughs> die het heeft gedaan, die heeft meer gedaan. Ja. Laten we eerlijk zijn. er staat ook nog eens een video online. Ik zal ook even in de, in de beschrijving linken. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, hebben wij de afgelopen anderhalf jaar dat we dat hebben. Tien keer misschien. Nou, ja, en dan een half dat uur ongeveer. in de tuin gezeten. Ja, want ik vind het wel lekker om in de zon te liggen, maar een half uur max. Ja. Dus en het is niet alsof je het voor de rust hoeft te doen, want het is. Ja, je, ja zit gewoon een, gewoon, je zit gewoon tegen een, een stenen muur aan te kijken of tegen een heg. Ja, het is niet heel. Ik, inderdaad, ik voel het een beetje opgesloten. Ja zullen mensen zeggen van ja, maar flats is nog meer opgesloten. Ja, dat, nee. Dat, maar dat gevoel, oké, okay, maar dat gevoel hebben we, uh, oh, wij anders okay, natuurlijk, dat hebben okay, okay. we het dadelijk wel over. Maar oké. Okay. Het okay. is een opbouw dit. Opbouw. Ja, ja eh, nou ja, we moeten toch een beetje, ook oh, en uh, het, uh, een van de redenen is ook dat het huis best wel gehoorig is, is. Heel gehoorig. Als je, als je al uh, s'nachts even een klein stapje zet, dan hoor je dat gewoon door de hele woning. Ja, ja, ja en wij zitten zo. onderaan en het is zijn houten vloeren, die, ja. die ook nogmaals niet geïsoleerd zijn. Woningbouw doet er vrij weinig aan. Uh, nee, maar eigenlijk zijn, ik denk dat die woningen dus niet geschikt zijn voor onder- en bovenmensen. Lijkt het niet op, inderdaad. Nee. Want het is eigenlijk alsof je. Um, het is één nee, woninghuis, denk maar we ik. Dan is het het bij jouw jou zus ineens, toch? Vorige week. Toen zaten ja. we daar en de kinderen waren boven naar de wisch, van, uh, waren, um, in de kamer. Ja. En toen zei ik: Jeetje, van een, een herrie eigenlijk, als je er zo naar, naar luistert. Ja. Uh, ja, het is eenzelfde soort huis. Dus het is op zich ergens wel logisch dat we daar gewoon uh, veel horen en als je iemand boven je hebt, ja. ja, dat is ook gewoon vervelend voor diegene boven je uiteindelijk. Ja, het zijn gewoon houten vloeren. Ja, iedereen die in zo'n soort huis gewoond heeft uit, ja, dit is volgens mij het 1910. Ja. En het, jullie hebben niet de muren en de vloeren geïsoleerd, dan hoor je gewoon alles. Je hoort echt alles van elkaar. Ja, daar hebben we echt wel heb ik me ook wel op gekeken. want ik dacht eerst van, ja, uh, het uh, klinkt, uh, klinkt alsof het echt hard uh, expres gedaan wordt, maar dat hoor je gewoon helemaal. Niet. Dat kan gewoon niet. Het is al als nee. je gewoon loopt, hoor je het al. Ja, precies. En maar ja, kijk, ik kwam uit een flat waar uh, heel veel hardcore-overlast was. Ja. Dus ik, nou, ik vond het al lang best. Ja, ik vind het ook best. Ik Oordeel voor aangeschaft. Ja. Maar uh, uiteindelijk zorgt het wel voor veel uh, gebroken nachten. Ja. Dus heeft het ja. wel gedaan. En dat, ja. dat geeft ook stress. Dat geeft stress. En ik, ik heb ook uh, met de buurman gesproken en. Uh, uh, ja, we zouden toen. Toen was het eigenlijk een klein beetje van. We zaten nog af te wachten met het huis eigenlijk. Mm. En of we dan met de woningbouw iets zouden gaan doen. En we hoopten eigenlijk een beetje op dit huis. Dat we dachten van ja, dan gaan we toch weg. Dus dan laten we het maar ook gewoon. zo gaan want met de woningbouw ben je er ook zo lang mee bezig. Ik denk ook niet. Dan zou de hele vloer open moeten. Dan moeten ook een deel van de muren. Want dat werkt blijkbaar door. Ja. Dat heb ik even online uh, gegoogled. 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 Yes. En uh, dat is een klus. Daar wordt niemand vrolijk van, denk ik. En ik denk nee. ook niet dat ze dat graag. Uh... Nee. 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 Dus ik wil trouwens in deze podcast nog even zeggen dat ik een excuus maak naar de buurman. Want ik heb daar toch een beetje in die vlog wat uh, uh, hard ruige in. Ruige uitspraken over ruige uitspraken. Ruige uitspraken, wat eigenlijk een klein <laughs> beetje uh, ja, niet heel ver is. Omdat het huis gewoon echt ziek, ziek, ziek geworden Ja, is. ja. Kijk, tuurlijk, uh, ik denk dat je rekening met elkaar probeert te houden. Maar uh, uiteindelijk uh, is het gewoon lastig als je elke Stap hoort, ja, het is gewoon heel gewoon. Ja, dat is heel vervelend voor, voor beide partijen. Uiteindelijk, we horen ook eigenlijk s ochtends hoor je ook gewoon uh, de andere buren. Hoor je ook, het is gewoon, ja. gewoon horen, maar dat is ook nog niet echt per se heel erg de reden. Uiteindelijk is het echt de echte reden dat wij al heel lang tegen elkaar zeggen: We willen gewoon weer hoog wonen, mm -hmm. want we vinden het fijn om uitzicht te hebben. We vinden het fijn om in een uh, flat te zitten. We hebben er allebei al gezeten, ja, en um, uh, maar eigenlijk dachten we steeds dat het niet kon. Financieel gezien niet. Ja, we Want, hebben er ook niet echt heel erg uh, hard over nagedacht of het wel of niet kon. Nou, we gingen er eigenlijk al van uit, het gaat toch niet lukken. En we hebben een paar keer gekeken en toen dachten we van... Ja, 1000 euro huur, dat is ja, kunnen hoog, we dat wel ja. betalen? Is dat hoog? Blablabla. Bla, bla. Toen gingen we vorig jaar, in vorig jaar gingen we uitrekenen... wat we eigenlijk uitgaven per maand. Mm -hmm. Daar was trouwens nog even een vraag waar ik een paar podcasten geleden... nog op terug had moeten komen. Oh. Want wat gaven wij nou <laughs> uit uh, aan uit eten gaan... Jij mag het zeggen? Ja, ik, ik heb het een beetje gemiddeld genomen, ja. want sommige maanden gaan we wel wat beter om met ons geld. <laughs> maar qua uh, buiten de deur eten zitten wij echt wel op 400 euro per maand. Nee, helemaal ja. niet. Was buiten meer. de deur eten. Was meer. Buiten de deur eten was 400. 500 hoor. Nee, dat was boodschappen. Echt? Ja, ja, boodschappen zaten, zitten er ook dus <laughs> nog los bij. Ja, het is heel intens, maar um, nou, wij we... zitten graag, uh, we maken graag gebruik van de horeca. Ja. Toen we dat zagen, dachten we wel van. Hmm. Dat is eigenlijk wel een uitgave die je uh, best die we wel zowat wat kunt schappen als je sowieso niet meer constant. Overal ook een broodje wil en een dat taartje en een uh, snackie. En toen zijn we dus gaan kijken van oké, okay, ons uitgavenpatroon, kunnen we daar een beetje in snijden dat we het voor onszelf um, ja, dat we dus meer budget overhouden, eigenlijk mm. om te gaan huren. Kopen is sowieso geen optie. Uh, veel vragen over gekregen. Kopen is oprecht geen optie. Of we moeten ver verhuizen en hebben we nog steeds eigenlijk iets wat ik denk van ja, dat wil ik eigenlijk het liefst niet. Namelijk een vochtig huis. Ja. Of, um, ja, eigenlijk, of, of we doen hier en hebben we alsnog een vochtig huis. Maar nog iets kleiner. <laughs> ja. Dat was het enige. Want hetgene wat we nu gaan huren, hadden we nooit kunnen kopen. Omdat die. Omdat die, die het is Zo. gewoon veel duurder. Ja. Uiteindelijk. Ja, ik denk dat. Um... Ja, je, we weten allemaal wat voor tijd we leven. Ja. En als je 1100 kan ophoesten voor de huur, betekent niet dat je een hypotheek van 1100 kan krijgen. Nee, dat is, dat is gewoon geweest, niet zo. Dat is nee, oké, okay, maar is, dat is voor ons ook gewoon niet mogelijk. Nee, ik heb een ZZP' uh, nou, ik ben een ZZP'er. Dus het is bij mij, mijn inkomen is gewoon heel fluctuerend. De afgelopen jaren heb ik heel veel geïnvesteerd in, in, in nou ja, spellen, uh, de webshop en dat soort dingen. Dus uiteindelijk. Oh, En in camera's en in uh, computers en alles dus mijn ja maar dat is wel alles zo. aan te wijzen wat om je heen staat. ja maar dat is wel zo daar heb ik heel veel in geïnvesteerd. Ja, dus zie het. dan heb ik Ja, maar dan heb ik uiteindelijk niet ja, deze podcast alles ja. wat je hier ziet staan ja jij bent gewoon dol op camera's ja maar dat niet alleen maar nu met die podcast is heb ik gewoon drie camera's ook nodig ja ja vind het ik het is wel zo ja. ja het is wel zo <laughs> Nou ja, ik heb nou heel eerlijk gezegd om daarop terug te komen. Denk dat ik er ook niet echt over na heb gedacht. Dat Ik dacht van ja, kan ik überhaupt? Nee, eens maar je dat moet is sowieso in deze tijd. Nee, maar in deze tijd is het sowieso best wel lastig als je, als je zelfstandiger bent. En zeker in het creatieve beroep wat ik heb. Kijk, ja. je hebt ook zelfstandigen die loodgieter zijn, die echt uh, bakken met geld naar binnen slepen. Een vriendin van mij die. Uh, uh, doet iets online, denk ik, weet je wel? Die ja? hoor ik ook wel eens bedragen. Oh, denk ja, ik, zo, ja mate, dat lekker is lekker bezig. Uh, ja. Dus het kan wel, maar ja. in, de, in de branche waar ik zit, ik doe iets niet helemaal goed, denk ik, qua uh, samenwerking. Nee, ja, je en doet zo. het wel goed. Nee, dat was een geintje. Oh, je investeert gewoon heel veel. Ik ja ik investeer wel echt veel. Maar te veel hoor, moet ik wel zeggen. Ik moet het ook Op een gegeven moment beetje, moet je het wel eruit kunnen halen. Moet je het een beetje gaan schroeven. Maar ja. dit jaar hoef ik ook geen nieuwe computer en zo meer. Hè? Nee. Dus dat, is ook weer dat scheelt ook wel Dat scheelt ook ja. Dat is 400 euro aan. Dus we dachten van nou. nou dat... ik schrok wel echt van ons uitgavenpatroon buiten de deur inderdaad. Ja. En kijk, we zijn echt wel dol op eten, op lekker eten. Eerlijk. Dat is echt ons leven. Ja. Maar er is ook zoveel mogelijk gewoon binnen vier muren, toch? Het ja, hoeft niet allemaal nee. uh, in de horeca plaats nou, te vinden. Nou, ik zat wel te denken, als we kijken naar wat we gingen eten... gingen we heel vaak gewoon even snel een broodje en zo. Het was ja. niet dat we, dat we nou echt uh, heel erg gingen genieten van iets. Nee, nou dat deden we wel, maar dat, dat waren meerdere uitzonderingen. Vaak was het gewoon uit gemak, omdat we weer niet voorbereid waren. Ja, want het is grappig. Want mensen denken van, ja, maar we hebben de video's toch gezien? Maar dat is niet eens voor de video's, want dat betaalde ik... Uh, het deel uh, zakelijk, ja. omdat het voor de video's was. Ja, precies. Dus, ja, uh, het is dus de dingen die jullie niet zagen. Hmm. Maar we zijn nog heel erg goed bezig geweest met uh, een planning maken qua eten. Ja. Het is er weer even tussen ingeschoten, maar ja, dat gebeurt nog eenmaal. Vandaag uh, zijn we weer gaan halen. Het leven zijn we het is gaan. ook uh, bezig. Hè? Er ja, zijn genoeg dingen gaan. Precies, maar. Um, um, Uiteindelijk kwamen we er dus achter ja. dat we gewoon meer geld overhielden als we niet meer heel de hele tijd buiten de deur zouden ja. gaan eten. En het is natuurlijk wel, je geeft een deel op van, van wat we heel leuk vinden om te doen, uh, overal zitten en eten, mm. maar je krijgt er ook wel echt heel veel voor terug en we gingen bij onszelf na wat vinden we belangrijker, dat we um, hoogstwaarschijnlijk ons beter gaan voelen daar, mm. lekkerder gaan wonen, mooie uitzicht hebben, uh, of dat we iets minder wonen, wat gebroken nachten hebben, maar wel constant buiten de deur kunnen eten. Nou, en toen kwamen we er eigenlijk op uit dat we... Nou, constant buiten de deur was ook een beetje overdreven. Nou, drie, vier keer in de week wel, ja, zeker. Sorry. Maar niet s'avonds, alleen overdag. <laughs> <laughs> het ja, dat even... was, was wel echt overdag en ja. de ochtend, inderdaad, ja. 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 Maar ook een ding was, waar zitten wij het liefst in in ons leven? Ja, op de bank, in de woonkamer. Thuis? Ja. Ja. Dus we dachten van, ja, moeten we dat thuis gedeelte dan niet wat leuker aanpakken voor onszelf. Mm, ja. nou, toen waren we... Ja, ik was een video op YouTube aan het kijken. Dit heb ik al een keer uitgelegd volgens mij. Ja. In die video ook. Maar we waren, ik was een YouTube-video over de huismarkt aan het kijken. En toen dacht ik van... Ja, kopen gaat het hem toch echt niet worden de komende mm. jaren. Toen dacht ik van... Ja, maar huren. Is er niet gewoon iets in de buurt te huren? En toen kwamen we op dit gebouw uit. Ja, dat was, dat was wel echt bizar. Want we hadden eigenlijk voor onszelf besloten... Nou, ik denk dat het wel kan... Wat we het al willen. Nou, we zaten toen, ik zag dus toen inderdaad de huur staan: 1100 of eentje van 900 was er ook nog. Mm -hmm. uh, 980 of zo dacht ja. ik. En toen dachten we van ja, laten we snel uitrekenen. Zouden we dit kunnen betalen? En toen inderdaad met die hele berekening die we al hadden gemaakt, kwamen we er toch uit dat het wel zou lukken als we gewoon wat rustiger aan zouden gaan. Ja, zo dus even wat, uh, wat minder uh, extreem zouden leven voor ons gevoel, toch? Ja, dus toen uiteindelijk hebben we besloten om uh, ons in te schrijven een filmpje te maken. Dat ja. het is echt binnen. Twee, drie dagen. Ik moet wel zeggen, toen ik dat online zag staan op, uh, zoals jij het altijd zegt, Funda. Funda. <laughs> toen we het op Funda zag staan. Funda. Uh, toen dacht ik wel, ja, maar dit soort projecten zijn altijd gelijk weg. Ja, dat dacht ik. Gaan het niet worden. Ja, dus maar, wij, wij hadden onze ingeschreven. We hadden dachten wel, we gaan het wel goed aanpakken. Ze dus hadden we wel een filmpje gemaakt. Maar, maar dat was wel het reden dat ik dacht van, ja, maar ja, als het... Wat is één ding wat wij kunnen of wat ik in ieder ja. geval kan wat ons boven de andere mensen zetten is een video maken en de ja. video heeft toch altijd wel iets dat je denkt oké okay, dit soort mensen zijn het of het echt heeft geholpen weet ik niet maar ik weet wel nee, dat ze het Weet hebben. je nooit, ja, maar ze hebben het wel bekeken ja. en um, ik weet nog wel dat ik voor de gein doorstuurde. Nou, we hebben ons in dit project ingeschreven hoor naar de family uh, mm -hmm. en uh, dat ik eigenlijk dacht van ja, ja. Nou, ik had er wel goed gevoel bij. Ik ja? zei wel, nou, we, voor mij zaten toen in de uiter. Toen zei ik van ja, op zich, ja. Toen, toen we er teruggemaild vinden. werd van leuke video's, toen dacht ik, oh, er ja. zitten echte mensen achter. Dus ja. het is niet zomaar maar oma oh van het komt binnen en het wordt gelijk geautomatiseerd. Uh, ja. nee, nee, nee. Dus toen dacht ik wel van, hmm, oké, okay, nou de dan zou het eventueel zou... wel kunnen. Ja. Toen kreeg ik wat meer hoop inderdaad. Ja. En toen, ja, eigenlijk, toen heeft het echt wel weken geduurd, hoor. want die video's die jullie zien, die lopen een klein beetje achter. Deels ook met wat er gebeurd is, mm. maar ook deels omdat... Uh, we steeds niet te horen kregen wanneer wat was. Dus ik kon wel steeds in de video gaan zeggen: ja, ik weet het. Ja, uh, ik, heb, ik, ik zei maar, we hebben nog niks gehoord. Terwijl we wel iets hadden gehoord, maar we wisten nog steeds niet zeker of het echt doorging. Dus ik kan wel zeggen: van ja, we horen wel dat het mogelijk zou door kunnen gaan. Maar dat was dan drie weken lang dat ik dat moest gaan zeggen. Mm. In de video vond ik ook een beetje te Maar ik voelde wel heel tijd alsof ik van ja, we weten het nog steeds eigenlijk niet. Nee, dat was wel En nee, heb je ook heel erg druk gemaakt. Ja, het valt me maar wel mee hoor. Vur mee, schat. Het ja, was elke dag echt. Nou, Van ochtend tot avond werd ik getoriseerd. Dat is helemaal niet waar. Dat is el <laughs> ja, ik heb ook nog geen Vorburg, hè? Ja, we moeten er nog zo over. Gaat er nog een beetje zo? Uh, nou, ja, dat is eigenlijk wel een maar beetje het gevaar. Ik was terug naar mijn roots. Hoezo? Jij komt naar Leidenam. Dat is praktisch Den Haag. Voorburg is niet praktisch Den Haag, maar Leidenam <laughs> wel. Terwijl Voorburg echt compleet aan Den Haag grenst. Ja, maar Leidschendam, dat is meer het sfeertje, de mensen. Leidschendam dat uh... grenst niet de hele gemeente aan Den Haag. Nee, en, nee. en Voorburg letterlijk wel. Nee, maar goed. Ja, ik wil het toch even gezegd hebben. Maar goed, om even terug te komen. Toen kregen we dus inderdaad. Nou, dat heb je. Je hebt gisteren, of uh, eergisteren in de video kunnen zien. dat we het huis ook hebben bezichtigd. We zijn er echt meer dan enthousiast over. Mm -hmm. Want. Uh, het is best wel. We gaan. Ik, nou, oké. Okay. Er waren best wel wat mensen die zeiden: van. Ja. Dat je. Ik vind het huis waar je nu woont zo gezellig en zo. En toen zei ik: je tegen me. Want ik denk: ik, van hoe zoveel dat. En jij zei, het ziet er leuk uit op beeld. Ja, op beeld is het echt wel een leuke woning. Ik denk ja. ook dat je het wel... Hoe uh, ja, jij het ook gefilmd hebt. en je, je maakt er altijd wel een gezellig sfeertje van, toch? Lampjes ja, daar. Ik, ja. En camera's doen ook een hoop, denk ik. Ja. Maar... Um, als je goed gaat kijken. Het dan... is ook echt een gezellig ja. huis voor als je jong bent. En um, nou ik zou zeggen... Als je misschien in je eentje bent... of, mm. of een stel wat uh, uiteindelijk... een geweldige longen heeft... dan denk ik ook <laughs> dat het echt een leuk huis is. Als je... Het op beeld ziet dat het heel charmant en leuk ja. en gezellig. Een knus en een tuintje en een voortuintje en een karakter. En ik heb ook het heel lang gedacht. Ik vind de jaren 30 woningen vind ik geweldig. En nu denk ik waar beginnen met Dus is in de jaren 30 woningen. het is een jaren 10 woning. Ja, dat is nog beter toch? Mm. Nog meer karakter. Mm. Nou. Om nou even, jij ik was zegt nog niet het, klaar. Jij zegt het positieve gedeelte, ik doe even het negatieve gedeelte. Als je met je, je voeten uh, de keuken inloopt om s ochtends voor dan jou te maken, zit je ja. vastgevroren. Ja. De koelkast. Wordt maar ik heb ook je te gezegd, de dat koelkast zelf zelf wordt kouder. Waardoor die is gaan schimmelen. De koelkast hm. is gaan schimmelen. Doordat het kouder is in de keuken dan dat het de koelkast zelf soms is. Ja, dat mag ook niet. Hè. Dan, dan is het echt slecht voor een koelkast. Nou, dat. Nou ja, een hebben we het al vaker over gehad. Uh, het is een lappenpop. Want de woningbouw heeft gewoon wat vliesbank tegenaan geflikkerd in, in, in delen. Er zaten grote gaten in de muur die ik helemaal... En die hebben ze ja, opgevuld en die heb ik weer helemaal bij Ik ben wel schuren. van mening dat als je echt op een hele fijne plek woont... en ook al huur het van een woningbouw... vind ik wel dat je het zelf zou kunnen opknappen. Dat is waar. Ik ja, want vind. ik heb ook wel eens gedacht als we hier nou echt zouden blijven... Mm. Um, dan uh, zou ik het best willen laten okay, stukken nou, bijvoorbeeld. Laten we eerlijk zijn, dat, dat, dat dan gedeelte, dat parkeer ik even... dan, he, dan heb ik het alleen ik over heb de, heel vaak... de kou en de... Ja, okay. maar, de douche, die stinkt als een, als een riool. Nee, dat is de, de afvoering is niet helemaal in orde. Wil je nog wel verhuizen of is dit, uh, is dit nu alleen maar, ga je het nu alleen maar ga Ik vind, weet en? je wat het is? Wat <laughs> oh, ja, ga je nu doen? Want echt... je dankbaar dus moet, je... moet zijn voor een plek waar je hebt kunnen wonen. Het heeft ik heel ben... lang heeft echt Hallo, een hele fijne schat, plek voor ik geweest. Ik ben dankbaar dat we er wonen. En ik vind het ook een hartstikke leuk huis. En ik had er ook prima willen blijven wonen. Maar om nou de dingen aan te doen. Je moet er ook dingen... Ja, maar op, noemen ik vind die... het wel heel heftig. Dat je zo <laughs> ons huisje afkraakt. Sorry, schat. Maar gisteren kwam je binnen en zei jezus van de lucht. Ja, oké, okay. de afvoer. Als het regent, dan ruikt het echt naar een paardenstal. Ja. Nou, dat, dat is, is ja. ja dat, en graag. dat is heel charmant, want dat hoort gewoon bij dat soort huizen. Zet onze alsof alsof je in Paris bent. Onze slaapkamer kunnen we geen normale pakskast kwijt. Een hele kleine alleen. En een alleen, bed past omdat, niet. Anders past het niet. Het best past niet. Je moest er omheen lopen. Dat zijn, ik, ik zeg niet, het is je, hartstikke je kon er niet omheen lopen. Nee, dat klopt. Het is een hartstikke prima huis. En het is een leuk huisje. Mm -hmm. Maar niet als je daar twintig uh, jaar wil wonen. Ik denk... Echt dat er een doelgroep is die er jarenlang nou, zielsgelukkig is. kan je worden, hier heel erg goed wonen. Kan zijn. Um, en ik, ik denk alleen dat het dat met, de, met mijn longen. Um, uh, dat is gewoon. Ik wil het ook helemaal niet afkraken. Echt een nadeel ik geweest. Hey, maar ik Als ik daar ook... nooit longproblemen had gehad, had ik misschien nog wel echt een stuk positiever. verneemt. Ik wil geken. het ook echt niet afkraken in die zin, want ik vond het een hartstikke leuk buurtje. Het is zo'n lekker rustige buurt. Uh, um, uh, nou, een tuintje als je dat leuk vindt. Kijk, wij hebben er niet zoveel mee, maar als je een tuintje leuk vindt ja. heb je een tuintje. De buurt is wel uh, echt heel veilig. Het, is, en prettig. het was betaalbaar. Ja, en ja, het is betaalbaar, uh, was, was betaalbaar, betaalbaar, want er wordt nu weer wat ge geld op gemieterd natuurlijk. Ja, je gaat er 614 euro voor nu, betalen. Uh, Hij heeft trouwens op uh, Woonet Haaglanden nu gestaan. Oh, ik, daar schrok ik wel heel erg van hoor, als En ik, uh, dat, is, dat is voor mij een van de redenen wel dat yeah. ik dacht van we moeten er weg gaan? Want kijk, dus we kunnen iets meer betalen, want dat konden we in ons budget zien. Um, dus we kunnen middenhuur betalen, wat wel lastig is om te krijgen. Maar laten we eerlijk zijn: uh, een sociale huurwoning is nog veel lastiger. Mm -hmm. en er zijn zoveel mensen die dus wel een sociale huurwoning zoeken. En het is een hartstikke goed huis eigenlijk ervoor. Ja. Kijk, ik heb net wat dingen zitten afkraken. Maar ik bedoel, we hadden er ook gewoon echt wel makkelijk nog vijf jaar hadden we al in ons hoofd zitten dat we er eigenlijk zouden blijven ja. wonen. En al die dingetjes die we hebben, ja, daar kan je ook wel weer. Uh, daar kan je wel mee leven. Het is niet alsof ik het. Want we hebben nog een nieuwe keuken erin. Gekregen, ja, uiteindelijk. maar ik dus maak me, me wel oprecht een beetje zorgen over als ik hier nog heel lang in ga zitten. Of die uh, allergieën niet veel erger gaan worden. Dat okay. is wel echt. Dat, dat is wel het ja. hoofdreden dat ik denk. Ik wil, wilde uiteindelijk wel gewoon weg. Ik wilde het niet. Ja. Ik, ik dacht hier niet. Hier ga ik mijn hele leven blijven. Nee, maar we hadden nog wel toch onszelf gezegd. Drie, vier, vijf jaar. Dat zou nog wel. Ja, precies. Maar tegelijkertijd uh, hadden we ook uh, budget voor uh, iets anders. Um, en hou je inderdaad wel een sociale huurwoning vast? Nou ja, dat was het. Dat we, wel kregen we, onze ook al, we kregen ook al inderdaad een brie brief dat we meer. Dat we nee, volledige... nee, dat was nog niet zo. Dat was dat niet zo? Nee. Oh. Ik verkeerd gelezen. Oh. Maar nee, het is, dat is pas volgend jaar. Maar het is wel zo dat, dat uiteindelijk. Wij kunnen dus die 1100 betalen. Wat mm. inderdaad nog steeds een groot bedrag is. Maar voor wat we voor krijgen, daar gaan we het in de video's allemaal over hebben. Je gaat ook zien hoe het eruit ziet. Nou, dat heb je ook al deels kunnen zien. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar ja, deze prijzen zijn gewoon best wel hoog tegenwoordig. Dat is mm. gewoon zo. Voor de hoeveelheid vierkante meters. Al maakt ons dat niet zo heel veel uit, want wij zijn niet zo van de vierkante meters. Een woonkamer, slaapkamer vinden wij in principe. Ik hou wel van vierkante meters hoor. <laughs> ja, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja. Het is niet alsof wij 130 vierkante meters. Nee, werden. ik heb wel het idee dat, dat wij 60 meer dan genoeg vinden. En dat voor de meeste nu? mensen dat daar wel van schikken, van 60 vierkante meter. Ja, maar voor nu, als je dat nog een genoeg. toekomst wil bouwen met elkaar, is echt. Uh... Ja, maar kijk, ik heb hier een kantoor, dus dit ja. voelt als een soort van tweede woonkamer mm -hmm. toch uiteindelijk. Ja, ik had hier ook graag ingetrokken. Dit hier, hier, voor mijn no. gezondheid, is dit echt goed. Ja, dat is wel waar. Jij ja. had ook minder last bij. Oh, dat is wel leuk om te vertellen. Je had minder last bij mij, want je had kon heel erg verschil merken. Als je ja, bij mij was. Ik kwam bij jou meestal twee of soms drie dagen ja. en dan knapte ik echt op. Ja. Terwijl jij enkel glas had. Ja. En in het midden in de stad zat met maar allemaal smokken en zo. Die nou, slaapkamer ja, dus, bij jou was ook zo lekker, ja. was zoveel ruimte. Het was altijd fris. Ja, ik woon op 60-vierkante meter Wist je je yeah. ja, yeah. ja, ik knapte daar altijd op. En dan ging ik ja. terug naar mijn eigen huis. En dan had ik weer, kreeg ik weer meer problemen. Maar om nog terug te komen. We Waar wil je dus op terugkomen? 900 mensen die zich hadden ingeschreven. Op oh, onze dat was het, ja. Nou, en uh, in de tijd dat ik me dus inschreef vier jaar geleden, had ik dat allemaal doorgestuurd naar, uh, uh, naar mijn moeder. En um, toen stonden daar dus 200, ik denk 220, 230 mensen ja. die zich in hadden geschreven. En ik stond dan nummer twee en ik was vijf jaar nog wat ingeschreven. Ja. Nu was minimale inschrijfduur, was geloof ik, bijna acht jaar. En hadden zich. Bijna 900 mensen ingeschreven. Ja. Ik vond dat zo bizar om te zien dat er in dus een vier jaar tijd um, zoveel meer mensen zijn die zoekende naar een woning zijn. Heel intens. Ja, ja en, en je ziet het ook, je hoort iedereen er ook over klagen. Dus het is niet alsof het niet bestaat Het is bizar, bestaat, het is, het is een middenwoning. Het is middenhuur, het is sociale huur. De hoge huur, dat, was, dat is bij de flat waar we nu gaan wonen. Als je nog heel veel geld hebt, dan kun je daar zo in. Kan ja. wonen. Maar de middenhuur was gelijk in één keer weg. Ja. Ja. ja, dat was allemaal. Uh... Ja, daar is gewoon heel veel vraag naar. Daar is heel veel vraag naar. En we dachten dus inderdaad, we willen niet de sociale huurwoning uh, voor iemand overlaten. Of, uh, maar voor... dat is lastig hoor. Want ik heb dat ook lang gedacht. Dan moet ik dus twee keer zoveel gaan betalen voor dezelfde ruimte. Ja. Dat heb ik heel lang gedacht. Uh, ja. Maar dat is dus eigenlijk niet zo, want je gaat er wel op vooruit. Nieuwe, op nieuwe luxe, keuken. We hebben toch wat groter. We hebben volledig uh, ja. uh, een ventilatiesysteem, mm -hmm. wat gewoon continu verse lucht aanvoert en zo. We hebben een mooi balkon. We hebben een uitzicht van waar heb ik jou daar? Het is een geweldig uitzicht. Ja. Je ziet het in de video, maar ik vind niet dat je het op de video echt goed ziet. Nee. Ik weet niet hoe ik het ooit ga goed maar overbrengen, maar dus het is echt geweldig uitzicht. Ik zeg dat eigenlijk, omdat ik scheef huurders vind ik heel uh, negatief kninken. Wordt ook een niet. beetje vies aangekeken: van ja, lekker in de goedkope woning blijven. Dat is wel vaak hoe uh, mensen er naar kijken. Nou, niet meer tegenwoordig, maar dat was denk ik een paar jaar geleden. Ook, ja, een paar jaar geen... geleden. Want ik weet ook nog wat het dan verhalen kreeg ik te horen: van ja, die zit daar lekker. En die heeft al lang een groot inkomen. Zou wat kunnen kopen en alles. En die zit nog lekker een sociale huur. Als maar ja, dat echt gaan doen, ik denk, trouwens. je je huis in voor dezelfde hoeveelheid, voor meer geld. Ja, maar wel dat vaak, is wel vaak eigen... zo. Nou, nee, vind ik niet. Mm. Vind ik niet. Want je hebt namelijk ook dan meer eigen hand erin hoe je het ik gaat. Ik kan wel maken begrijpen of. dat mensen um, begrijp aan een mensen. sociale huurwoning vast willen houden, omdat het gewoon. Ja, het, het onzekere geeft, tijden zijn Nou, Of het geeft ook wat, uh, wat vastigheid. Hè? Want je ja. hebt een bepaald salaris. En uh, je denkt, nou ja, ik zit hier wel prima. Als je niet zoveel ijs hebt in je leven, dan is het prima. We hebben meer ijs. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat dan de huurmaximale omhoog wordt ja. gewerkt. Elk jaar. Ja. Ja. Waardoor als je uiteindelijk die gaat toch eruit trekt... Ja, dat zijn ze van plan, toch? Dat, dat, Omdat, dat, uh, moet, dat moet ook. Oké, okay, gelukkig wel. Want volgens mij moet dat ja. ook. Anders moet je me gewoon corrigeren. Maar volgens ja, mij moet ik ben wel dat. benieuwd wat, hoe dat dan tegenwoordig gaat. Want... Toen in die tijd was het gewoon als je eruit ging, was dat de huur en dan is deze nog een schepje er bovenop. Maar we hebben dus eigenlijk een belachelijke situatie gehad in die zin dat we dus eigenlijk de eerste huis dat we dachten, hier willen we in gaan, ook nu hebben gekregen. Dus dat is natuurlijk niet heel representatief voor, voor heel veel mensen. Maar als ik een tip mag meegeven, maak het in ieder geval wat persoonlijker. Ja, maar dat hadden we ook gezien bij uh, een andere YouTuber ja. die uh, op zoek was naar huis. Zij dus had ook uh, een heel persoonlijke brief erbij gedaan. En toen lukte het op een gegeven moment wel. Ik denk dat als je particulier gaat huren... dan willen ze toch echt wel graag zien wie er in hun woning komt, denk ja. ik dan. Uh, en als het via de woningbouw gaat, dan is het echt gewoon op inschrijving en inschrijftuur. En ja, voorrangsverklaring dat soort dingen. Dus ja. dat eigenlijk... Uh, uh, maar ik denk wel dat wij geluk gehad hebben, eerlijk gezegd. Ja, heel veel geluk. Ja. Ja. Want het is niet een, 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 een ja. ja. ik heb heel veel mensen in de reacties ook gelezen die zeiden van ja, ik ben al een tijdje bezig en zo, mm. maar ik word er steeds maar niet uitgenodigd voor iets of zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, we hadden ons, ons voor vijf dingen extra ingeschreven omdat we niet wisten van, mm. ja, maar wij werden ook nergens voor uitgenodigd verder. Nee, echt alleen maar deze. Nee, het ja, het schijnt wel. Je hebt wel websites waar je dus wat voor betaalt, waar je dus als eerste de, de aanbiedingen ja, krijgt van de woningen, waar je dus heel snel kan reageren. Um, dat was lach. ons wel ons plan. Tenminste, dat, dat plan. had ik in mijn hoofd. Ja, we Als wilden. we deze niet krijgen, dan gaan we zo'n abonnement nemen. We wilden nemen. eigenlijk gewoon uh, komende weken, maanden filmen en ja. gewoon daar video's over maken. Maar ja, het is uiteindelijk <laughs> gelukkig, grij... is het geluk. gelukkig is het gelukkig is gelijk gelukt. Ja, ja, het is gewoon zo. Wel, wel heel blij dat het gelukt is, want het is ook gewoon op een plek waar we graag zouden willen zitten. Ja. Want ik heb natuurlijk ook, uh, uh, we moesten op een gegeven moment wel, het zat wel in mijn hoofd dat we het zoekgebied zouden moeten vergroten. Ja. Ja, Toch? Ja, zeker. Dan dat we het wel ook, in de planning. Ja. Zou het ook ergens kunnen komen waar je, uh, kunnen gaan wonen, waar we niet uh, ja, maar een maar kwartier van de, een Albert Heijner zitten? Hadden we heel de, de randstad uitgemoeten. Waarschijnlijk ja, met onze budget. Waarschijnlijk wel. Ja. En krijg, je, wat krijg je dan? Team, vierkante meter meer of Nou, zo? ik had dus wel uh, op Funda, als ik zat te zoeken, dan denk Funda. ik. Funda, Funda. Dat is het nummertje van uh, Bram uh, Krikke. Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, Funda. Leuk schat. Leuk hè. Ja. Um, <laughs> Uh, wat wil ik zeggen? Ja, Als ik op Funda aan het zoeken was je. had ik hem door heel Nederland gezet. Maar laten we real zijn. Voor de wat delen we Want de we delen de delen die buiten de Randstad vallen, die hebben ook gewoon weinig huur. Dus, we hebben A, weinig huur en B ja. dan zit je op dezelfde huur en heb je misschien iets groter, maar ja, wij ja, nogmaals, grote boeit me niet zoveel. Ik vind locatie staat bij mij echt boven uh, oppervlakte. Ja. Dat is gewoon. Uh... Maar dat is echt stadse mensen meer, denk ik hoor. Ja. In vergelijking met uh, mensen die meer in de provincie misschien wonen. Ik zou zij... niet weten wat ik zou moeten met 100 vierkante meter. Ja, ik dus ook niet, want ik heb zoveel. Rotzooi mijn, mijn huis uitgedaan ook doordat ik bij jou ging wonen. Heerlijk zo weinig spullen ja. hebben. Vind ik echt een verlichting het in dat het leven. Ik vind eigenlijk ook al veel spullen heb... en dat ik hier ja. de elf zou weg willen doen. Als je nog eens een keer uh, een die beetje klank. rust in je hoofd wil hebben, gooi al die oude meuk weg of ja. het dan nou niet nou, weggooien. Niet weg, We, hebben We hebben alles aan de kringloop. Zo de placht. afgelopen weken. Ja. Ik heb uh, ook alles dat zie je allemaal in de video's maar uh, we hebben heel veel marktplaatsen het gratis op te halen mooie tafel en dat soort dingen ik denk ja ik kan er allemaal wel geld voor willen hebben maar het belangrijkste vinden we dat het gewoon lekker doorgaat naar iemand anders die er gelukkig van wordt. Ja en ja en de kringloop is ook gewoon kringloop ook heel prettige vrienden. manier om, uh, om je spullen nog een tweede leven te geven denk ik, ik of een derde we het weggooien, of maar de afgelopen jaren denk ik steeds meer van ja maar als iemand anders nog wat aan heeft ja. ja, Waarom zou je het er niet even naar een kring ja, op Ja, maar dat is lekker omdat we een auto hebben, hè? Want hiervoor is, moet ja, je alles. Ja, dan sleep ik ook nog wat dingen mee. Ja? Hoor. ja hoor. Ik, ik vond het altijd gedaan. wel lastig als ik voorheen spullen, dan moest ik het echt hebben van Marktplaats gratis. Ja, ik kan zeggen, hebben we, bij mij thuis hebben we toen in Rotterdam Marktplaats gratis, hebben we allemaal boeken en alles ja. eruit gewerkt. Ja, maar dat, dat is ook wel prettig. Dat wel een snackje van de hek. Ja. De Nederlandse aardbeien. De Nederlandse aardbeien. Deze zijn nog niet eens heel erg lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ze zijn lekker, maar ik heb lekkere aardbeien in mijn leven op. Echt? Ja, ja, ja zeker. Ja, heb je wel zo'n van de groenteboer op? Je hele uh, rode, de hele, die hele rode... Weet ik zo, eigenlijk niet. Die zijn zo lekker. Ik denk het wel. Maar die zijn ook voor 6 euro per pak. Maar ik vind fruit, ja... Nee, schat, oprecht. Echte, echte aardbeien. Het is niet die... alsof je een donut in je mond stopt, toch? Het is gewoon zoet, maar altijd wel zuurig. Mm, en nee. Het zit een nee, 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 Ja, structuur natuurlijk wel, hoor. <laughs> Maar... Uh, zuurig niet hoor. Echt maar heb je ooit een aardbei gehad dat je dacht van oh dit is, net alsof die in de suiker gelegen heeft? Ja. Wow. Oprecht. Ja, oh, en nee, dan vader. moet je dan maar eens halen voor me. Hoezo moet ik het voor jou halen? Ja, dan nou, dat jij blijkbaar de goede kan uitkiezen. Ja, je hebt dus in, in China of in Japan toch, heb je toch ook zo'n aardbei die echt uh, 10 euro per aardbei kost of ja. zo. Dat was echt heel duur. Dat is wel interessant, ziet er ook allemaal zo mooi gelikt uit. Ja, dat waren echt perfecte aardbeien. Maar nee, maar mijn vader heeft wel eens, had wel eens, en dan heb ik een keer op, en ik dacht van ja, wat zal het verschil zijn? Mijn ouders was echt. Ja? Ja, dan is dit echt gewoon zuur bij. Oké. Okay. Ja. Ja, als zal ik hier soms in bijt, bijt, dan vertrekt mijn hele gezicht. Ja, ik vind dingen gewoon heel snel zuur. Ja, maar als we, kijk, je moet wel een goede aardbei kiezen. Want laat je het je leren. Deze aardbei zal minder zuur zijn dan uh, deze. Want als die roder is, is die zoeter. Mm. Is hetzelfde bij een banaan. banaan. groen is die hard en niet echt lekker. En okay. wat meer naar het bruine en gelige toe, ja. dan is die het beste. En, en nu hebben we appels. Oké, okay, nou, leuk uh, dat je me weer ook <laughs> voor nee, Ik dacht, je gaat het uh, uh, nee, nee. allemaal even uitleggen. Vermansplaning. Nee. Maar uh, <laughs> nog wel, ik wil nog even iets. Uh, nee, helemaal niet. <laughs> je? Beetje dat was een grapje. Ja, trouwens, als ik mensplain. Ja, ik vind dat heerlijk. Ja. <laughs> <laughs> Om nou, even terug te komen op mocht je ons in video's nog steeds uit eten zien gaan, omdat we video's of omdat ik video's op ja, ja, maar wees niet, <laughs> we, niet te hard. Wees niet te we, hard. We letten goed op ons geld, al moet ik zeggen. Ja, we hielden trouwens die ene, we, die ene maand hielden we echt wel meer geld over. Ja, maar dat jij bent onwijs verstandig met geld. Ik ben hartstikke verstandig. Ja, we zijn echt verstandige mensen. Ik heb nooit schulden gemaakt. Nee, nooit dingen gekocht die ik niet kon kopen. Niet. Uh, dat heb uh, ik. Dat Wat is dan? niet waar. Ik weet van jou dat jij in de min hebt gestaan. Dat heb je gezegd? Toen was ik heel jong hè, schaarden en maar... heb ik allemaal ingehaald. Dat is waar. Hè? <laughs> Toen was ik heel jong, en toen wilde ik ook eens een keer wat ja, kopen. Wij zijn, wij zijn nee, allebei, maar goed, wij zijn ik ben wel echt. Ik ben wel echt opgevoed met een hele verstandige moeder. Ja, zo en zeker. Uh, die heeft het me allemaal geleerd hoe je um, verstandig met geld om kan gaan. En uh, de trucjes om. Uh, als je eens een keer iets terugkrijgt, zet het gelijk achter, betaald. En termijnen, al dat soort dingen. Mm. Uh, en jij hebt ook een hele verstandige vader. Mijn vader heeft altijd gezegd, uh, jij moet altijd geld hebben om je wasmachine en zo te kunnen vervangen. Ja. Of je computer. Nou, dat heb ik te hard genomen. En ik, als ik als ik salaris, nou ja, salaris. Als ik geld binnenkrijg, dan zet ik altijd uh, ja, te overgroot ik, ik betaal mezelf altijd maar uh, Nou, niet eens. Ik, ik betaal mezelf duizend euro per maand uit. Ja, dat is uh, niet veel. Dat is niet veel. Maar uh, daarmee zeggen is dat we um, dat ik blij ben dat we allebei gewoon ja. verstandig zijn en weten welke keuzes we ja, maken. Zeker. Soms iets te voorzichtig. Net zoals ja, met, dat dit, dus dus dat met dit, het huis. Ja. Dat we heel lang gedacht hebben van dat, kunnen we, dat moeten we onszelf niet aandoen. Die, uh, t, ja die stress van dat dit, dit nu altijd betaald moet worden. Maar uiteindelijk ga je volgens mij ook echt wel leven naar. Um, ja. Nou ja. Dat en, heb ik al. Ja, maar dat heb ik. Kijk, yeah. Want mensen zeggen dan misschien van, oh ja, maar dat, uh, dat, oh, dat kan je omdat jij dat kan doen en zo weet je wel, want die reactie zie ik ook wel eens. Maar het is wel echt zo, want ik ben toen, uh, ik dacht toen, uh, zoals en ik uit elkaar gingen, dacht ik van, hoe ga ik dit ooit betalen? Nou, het lukte me. Mm -hmm. toen, toen op een gegeven moment ging ik naar jou toe, toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk dan een kantoor, want ik heb niet genoeg ruimte voor spullen. Uh, voor, voor, voor echt iets uit te bouwen. Toen ben ik dat genomen. Dat vond ik heel spannend. Dat vond ik heel lastig. Ja, Het lukt me ook al twee jaar. Meer dan jaar. twee jaar hoor. Ja. Tweeënhalf jaar. Ja. half jaar. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, dit elk, kantoor ook. Dit kantoor. Weer ja, Het je werd ook weer duurder inderdaad. Auto er nu bij. Ja. Dacht ik ook van ja. Dat heb ik heel lang afgegeven. Dat ik dacht van ja. Misschien niet handig, niet verstandig. Dit, mm -hmm. dat, zo, dus zo. Kosten en zo. Maar ja, nu zie ik het. Ik heb het ook met een boekhouder erover gehad. Die zei ja, dat kan gewoon. Yeah. Uh, doe gewoon. Mm -hmm. Ik heb werknemers. Dacht ik eerst ook van ja, kan het wel. Ja, het lukt nog steeds. Het is wel, ik vind dat wel pittig, moet ik zeggen, <laughs> nog steeds. Uh, mijn, mijn leven is meer uit gaan bestaan is van oké, okay, komt er per maand wel genoeg binnen om dit allemaal te kunnen blijven betalen. Ja. Maar als ik dat niet doe, dan kom ik ook nergens. Want ja. dan kan ik ook niet groeien. Ja, je moet uh, eigenlijk dat soort veranderingen durven maken in je leven om te kunnen groeien. Anders blijf je eeuwig op de positie waar je. Waar je, je, bent. waar je bent. Ja, ja en als je, als je daar tevreden mee bent, is het helemaal goed natuurlijk. Ja, maar en wij en wilden zo, wel een, een, iets meer. En denk. doe het verstandig, hè. want ik, het is niet het niet overwogen. is. Ik doe dan al jaren ja. over om erover na te denken. Ik bereken het en dat soort dingen. Dus het is niet dat ik ineens denk impulsief: oh ja, ik ga een kantoor nemen. Oh ja, ik ga even een auto nemen en dat soort dingen. Dat is totaal niet impulsief. Want dat auto was ik echt al drie jaar over aan het nadenken en aan het berekenen. Van oké, okay, gaat het dan lukken? En elke maand ook kijken, oké, okay, hoe wou ik over? Gaat het mm -hmm. dan lukken, weet je wel? Dus dat is wel. Um, Waar je rekening mee moet houden, dat je het wel het verstandig doet. Ja. Dus dat. Nou goed, ik hoop dat je er. Meest genoeg... verstandig. Meest verstandig. Ik hoop dat je er genoeg uit, uit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben, laat ze vooral weten. En maandag komt er weer een huisje. Uh, yeah. Zin in.